Om maar meteen met de deur in huis te vallen, we kunnen in Nederland zonder kernenergie. We moeten dan wel flink inzetten op andere CO2-vrije vormen van energie, zoals zon- en windenergie. Het kan dus wel zonder kernenergie, maar dat is complexer dan het in eerste instantie lijkt. Het verschil zit hem ook niet in een windmolenpark, meer of minder. Het is zelfs zo complex dat zelfs ik als wetenschapper niet helemaal volledig kan zijn hierover. Maar ik zal je meenemen langs verschillende mogelijkheden. Laten we hiervoor kijken naar de meest voor de hand liggende vormen van duurzame energie. Om te beginnen zonne-energie. Het grote voordeel van zonnepanelen is dat ze weinig CO2 uitstoten. Productie van zonnepanelen zorgt wel voor CO2-uitstoot, maar verdient zich in Noordwest-Europa in 2 jaar terug. Als het nog zonniger is, gaat dat sneller. Stel, je wil de elektriciteitsproductie van een kleine kerncentrale vervangen met zonnepanelen. Dan heb je bijna 8000 hectare land nodig. Ongeveer zoveel als Terschelling. Het grote voordeel van zonne-energie is dat iedereen kan meedoen. Het betrekt mensen bij hun eigen energievoorziening en maakt ze bewust van hun elektriciteitsgebruik. Alleen, zo weten we allemaal, in Nederland schijnt de zon niet altijd. Vooral in de winter, als de dagen korter zijn, heb je vrijwel niets aan je zonnepanelen. Oké, met alleen zonne-energie redden we het dus niet. Gelukkig waait het wel veel in ons land en bieden windmolens dus een alternatief. Windmolens stoten geen CO2 uit. Een windmolen doet er maar een maand of 6 over om de CO2-uitstoot van zijn productie terug te verdienen, afhankelijk van hoe hard het waait op de locatie. Nederland is zeer geschikt voor windenergie. De overheid zet er dan ook flink op in. De komende jaren worden er nog honderden windmolens bijgebouwd, op land, maar vooral op zee. En in de jaren daarna worden dat er nog veel meer. Maar windenergie heeft ook nadelen. Er is in Nederland veel weerstand tegen windmolens, vooral op land. Niemand heeft zin om aan te kijken tegen een windreus van 100 meter hoog in zijn achtertuin. Op de Noordzee is nog wel plek. 20% van de ruimte daar is geschikt voor het bouwen van windmolens. Alleen, ook op de Noordzee waait het niet altijd. Windmolens leveren op de Noordzee 50% van de tijd energie. En op land gemiddeld 25% van wat ze zouden kunnen leveren als het hele jaar zou waaien. De opbrengst uit zonne- en windenergie varieert dus enorm. En wat het nog complexer maakt, is dat ons eigen energiegebruik ook schommelt. In de winter gebruiken we meer elektriciteit dan in de zomer. En ook gedurende de dag varieert ons energiegebruik. Kortom, wind en zon kunnen ons heel veel energie leveren. Bij een goede opbrengst zelfs 100%, maar dat is lang niet altijd het geval. De beperking zit hem ook in die schommelingen. Om die op te kunnen vangen, moeten we naast wind en zon onze energievoorraad aanvullen met andere vormen van energie. En dat is waarom het klimaatpanel met kernenergie op de proppen komt. Kernenergie kan die schommelingen goed opvangen en is veel schoner dan stroom uit kolen. Het hoeft niet met kernenergie. Er zijn alternatieven, innovatieve alternatieven. Zoals gascentrales met CO2-opslag onder de grond. Je slaat de CO2-uitstoot diep in de ondergrond op, waardoor de CO2 niet in de atmosfeer komt en dus niet bijdraagt aan klimaatverandering. Maar lang niet iedereen ziet de opslag van CO2 in de diepe ondergrond zitten, omdat het uiteindelijk geen duurzame oplossing is. Gas is namelijk nog steeds een fossiele brandstof en de plekken waar we CO2 in de ondergrond kunnen opslaan, raken op een gegeven moment op. Maar wat als we die schommelingen opvangen met biomassa? Biomassa is plantaardig materiaal, zoals bomen of houtafval. Als je het verbrandt, levert het energie op. En het grote voordeel is, je kunt het blijven bijplanten. Al heb je wel telkens nieuwe bomen nodig. En die bomen moeten ergens staan. Land is een schaars goed. We hebben het ook nodig voor onze voedselproductie. Zeker als we zoveel vlees blijven eten als we nu doen. Nederland is een klein land en we zullen de biomassa dus moeten importeren. Kortom, we kunnen zonder kernenergie. De vraag is alleen, zijn de alternatieven aantrekkelijk genoeg? We hebben net gezien dat het een complex vraagstuk is. Vanuit de wetenschap kan ik die vraag dus niet makkelijk met ja of nee beantwoorden. Uiteindelijk is het aan de maatschappij, de politiek en de markt om hier een antwoord op te formuleren. Samen bepalen wij hoe onze CO2-vrije energiemix er in de toekomst uit gaat zien.